Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. 5 januari 2016, dit is het bulletin van dinsdag. Contestia hebben we zoals altijd en een plaatje met SSTV, BW8. Dus let op, dit keer niet BW12, maar BW8. Ik ben niet helemaal zeker of de Contestia lukt trouwens, omdat ik vrij laat ben met de uitzending. Om even aan te geven, het is 6:30 nu ik hier aan begin. Laten we eens even kijken of de nieuwsstroom weer een beetje op gang wil komen. Al eerder berichten over het feit dat Tentec niet uitlevert, maar ook de betalingen gelukkig niet in. De nieuwe eigenaar die Tentec heeft gekocht, ja, zonder de verplichtingen van dat bedrijf voor wat betreft de betalingen, is het bedrijf Dishtronics. John Henry, KI4JPL, die vroeger ook voor Tentec heeft gewerkt, werpt zich op als degene die de publiciteit rond de nieuwe eigenaar verzorgt. Op southgatearc.org valt een hoop te lezen over de nieuwe weg die Tentec aan het inslaan is. Een van de eerste dingen die opvalt is dat er voortaan fors moet worden betaald voor bijvoorbeeld reparaties. Ook zonder dat er wat aan een defecte zendontvanger gebeurt, anders dan het deksel openmaken, moet er vanaf nu $140 worden afgetikt. Verder kost repareren $125. Dus je moet er rekening mee houden dat een reparatie eigenlijk nooit minder dan $265 kost. Mensen die hun apparatuur al ingestuurd hebben, maar die zoveel geld niet willen betalen, kunnen hun apparaat terugkrijgen als ze tenminste de verzendkosten willen betalen. En zo gaat het nog eventjes door. Als dit nodig is om het legendarische bedrijf overeind te houden, is het misschien nog niet eens zo heel erg duur betaald. Tentec sukkelt ondanks meerdere gedurfde en erg innovatieve ontwerpen op bijvoorbeeld het gebied van SDR de laatste tijd al langer en lijkt van eigenaar naar eigenaar te gaan. Meestal is dat een teken dat het toch snel af zal lopen met het bedrijf en dat is jammer. En verder is er niet zo heel erg veel opmerkelijk nieuws. Het is nog een beetje de week na oud en nieuw. En dus beginnen we maar aan de al aangekondigde korte serie over de historie van de piratenzenders in Nederland en daarbuiten. Een piratenzender, een zendpiraat, een etenpiraat, een radiopiraat of een geheime zender is volgens de definitie een radio- of televisiezender die zonder zendvergunning of zonder toestemming uitzendt. Vaak op regionale schaal vanuit geïmproviseerde studio's. Dikwijls wordt hiermee gerefereerd aan de zeezenders die in de jaren 50 tot en met 90 vanaf schepen en installaties zoals Booreilanden en Zeevoort op de Noordzee buiten de territoriale wateren naar diverse landen uitzendingen deden. Goed beschouwd waren de zeezenders geen piraten in de zin van de wet. Er was immers geen wet die het uitzenden vanaf de Noordzee verbood in die tijd. Naast de piraten die muziek uitzenden, kent men ook de piraten die door middel van een algemene oproep, een CQ, enkel verbindingen, zogenaamde QSO's, proberen te leggen met andere piraten. Net als de zendamateur, maar dan zonder de benodigde vergunningen. Vaak gaat dit samen met de X'en, het beluisteren en het beluisteren van verafgelegen zenders. Piraten worden als een probleem beschouwd als ze met veel te groot vermogen en slecht afgeschermde apparatuur uitzenden. Hierdoor kunnen reguliere radio-uitzendingen, andere toepassingen van de ether, maar ook video en andere apparatuur in de omgeving aanzienlijk worden gestoord. Vroeger werd bij optredende klachten dan de PTT radiocontroledienst ingeschakeld die de piraat met radio-richtingzoekers opspoorde, waarna de apparatuur werd ingenomen, al dan niet met een flinke boete die werd uitgedeeld. Tegenwoordig wordt dergelijke opsporing en handhaving door agentschap Telecom uitgevoerd. Sommige luisteraars zijn sterk aan zendpiraten gehecht, vaak omdat deze een bepaald soort muziek uitzenden die naar de mening van veel liefhebbers te weinig gewaardeerd wordt door officiële radiostations. Ten tijde van de zeezenders was dit vooral de toen moderne popmuziek, later was het vooral het levenslied en polka's dat bij de piraten meer aan bod kwam dan bij de andere zenders. Etenpiraterij is een fenomeen dat al snel na de lancering van de radio ontstond. In Europa werden in de jaren 20 van de 20e eeuw staatsomroepen of omroepbestellen ingericht. In de Verenigde Staten was er enige tijd een ongecoördineerde en chaotische periode waarbij veel lokale pioniers in hun stad middengolfradiozenders bouwden, al snel betaald door reclameinkomsten. Die zenders voerden in hoog tempo hun zendvermogen op om zo hun luisterbereik te vergroten. Daarbij gingen ze steeds meer elkaar onderling storen en na diverse rechtszaken werd ook in de VS het spectrum geordend. Regeringen stelden radiocontrolediensten in die toezicht gingen houden op correct gebruik van de ether. Het zonder vergunning of buiten de vergunningsvoorwaarden uitzenden met een te hoog vermogen bijvoorbeeld of te hoog geplaatste antenne of buiten de aangewezen uren wordt aangeduid met etherpiraterij. Omdat met commerciële radio geld verdiend kon worden, maar met de coördinatie tussen regeringen de toegang tot radiofrequenties beperkt werd, is er voortdurende druk geweest van ondernemers om buiten de gereguleerde omroepsector toch een zender te starten. Bijvoorbeeld door een zender op een boorplatform of een schip buiten de territoriale wateren te installeren.
Volg nu het Sloos CanTV plaatje in BW8. Dus niet BW12, maar BW8. Zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.PA0ETE.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xtv.me. CQ Bonaire. Kun je niet veel beter CQ Venezuela doen? Dat is een veel groter land, dus ook een veel grotere kans dat je dat met je radiostraal dat gebied een beetje raakt. Und es gibt selbstverständlich auch so manche deutschsprachigen in Venezuela. Nou, ik heb gehoord dat er op Bonaire heel veel experts zitten. Het gaat sowieso niet werken, want volgens mij zit je in de CW-band te roepen.